De 75ste toiletsticker in Oude IJsselstreek werd donderdagmiddag door initiatiefneemster Sandra Gosseling geplakt bij de huisartspraktijk Schattenvoet in Gendringen. Met de stickers wordt aangegeven dat gratis gebruik kan worden gemaakt van het toilet, waardoor mensen met bijvoorbeeld darmproblemen zonder zorgen de straat op kunnen. Daar ben ik heel blij mee. En waar ik ook heel trots op ben, dat 20 van de 75 ondernemers en winkeliers die meedoen, hebben zichzelf opgegeven. Zo kun je zien dat het leeft in de gemeente Oude IJsselstreek. Ik ben mee gaan doen aan deze actie omdat ik denk dat heel veel mensen er niet bij stilstaan. Dat er heel veel mensen ook met darmproblemen het huis niet uit durven vaak, om als ze geen toilet in de buurt hebben. En aangezien Nederland nog niet vergeven is met openbare toiletten, denk ik dat dit een hele goede actie is. Verwacht je dat er veel mensen door deze sticker langskomen? Als ze toevallig die sticker op de deur zien staan, dan zijn ze altijd welkom. Met 75 geplakte stickers is Oude IJsselstreek voorlopig voorloper in vergelijking met andere gemeenten. Initiatiefneemster Gosseling is hard bezig om de toiletstickers ook door de rest van het land te verspreiden. Ik wil een toiletvriendelijk Nederland. En binnenkort ga ik voor de Vereniging Nederlandse Gemeentes een workshop geven over de toilettenactie van ons. Vertellen hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. En ik weet dat er ook al gemeentes zijn die hebben het al over. Die heb ik al mijn stappenplan gegeven. En die zijn er al mee aan het werk.